Dat doet Strand Larsen het toch weer tegen Fortuna. Nummer 3 van het seizoen is gedaan in Utrecht. 11e doelpunt van het seizoen. Het is van FC Groningen. Hij staat daar behoorlijk vrij en laat zien dat hij goed kan koppen. Nou ja, brengt hem erin. Strand Larsen. Heeft de bal? Heeft hij ook een kans? Nou zeg! Wat doet die nou opeens? In Gonker. Zit hem erin. Postma legt klaar. Strand Larsen. En daar is de 1-2. Abraham. Goede bal. Strand Larsen. De rechterkant. Strand Larsen. Geeft hem af en kan dan scoren. Het is 3-1. Heel goed laten zien vandaag. Vooral voor rust. Hier. Strand Larsen vrij. Hij is niet alleen. Strand Larsen. En de goal. Het is na een tikje uitdeelt, maar Groningen het voordeel krijgt van Nijhuis. En hier ligt de ruimte. Strand Larsen met de mogelijkheid om uit te halen. En die gaat er ook gelijk in. De scheidsrechter gewoon verder. Duarte. Weer een goede kopbal en weer een goal. Versnelling Duarte. Goed binnen doel meegegeven aan mij. En wat een schitterend doelpunt is dit. Goede aanname, uithalen, Strand Larsen, de man. Wat levert deze vrije trap voor FC Groningen op 7 minuten voor rust? Soeslof legt hem perfect klaar en daar is het doelpunt van Strand Larsen. Hoe staat tegenover hem? 1 tegen 1 dus. Geen rugdekking voor Soeslof, Strand Larsen en dan is het hangen. Nog 10 minuten. Soeslof. Groningen wordt gevaarlijker. Groningen gaat scoren. En Groningen scoort met... Gelukt. Wanneer komt Groningen? Nou hier dan. Hier komt Groningen. Het is toch niet te geloven. De in. Elkaar. Hier anders. Strand Larsen, vlak blijft naar beneden. En daar is de 1-4. En kan tot de tweede gele kaart leiden. Duarte draait de vrije trap. Gevaarlijk en daar is de kans voor Strand Larsen. En daar is het doelpunt. Het zekere wordt onzeker nemen. Hier is El Ankouri. En daar is de goal van Jurgen Strand Larsen. Goed voor de zon. Daar is de volgende kans en die zit erin. Strand Larsen. Het is wel een seizoen met prachtige doelpunten. Strand Larsen. Dat is goed. Nou, dan toch nog. Ja, ik vraag me af of hij mij helemaal goed raakt. De tilanteessa. Astele Klaasson ja maalille lopulta liiks voitti pelin 3-2. Säilytti myös lopulta sitten. Meidän päätöskierroksella Ramat. Kampenok styrer det här nu. Askelsen till. Strand Larsen som venter på den, og får en scoring! Den balansen de har, noe a la det Konradsen Said besitter. Her da Sebulonsen får timen til gå! Österreich kan må få det, to forslag. Vi ser et sist. Full time, dykt opp. Men, og en speed! Masuri. Strand Larsen aannemen en dan schieten en scoren, ja natuurlijk!